Oh my god, kijk hoe ziek voor mensen hier buiten zijn, jongens en meisjes. We gaan echt zo voor lul staan. Ik heb ook getrouwd, meer pak mijn camera vast en filmen. Ja? Oké, Dylan. Oh shit, Dylan! Dylan wordt wild! Wat? Wat? Ik kan niet echt krijgen, jongens. Let's go. Kom gewoon, Dylan, YOLO. Loop wel snel. Huh? Ja, ja, jij mag voorop lopen. Ja, hoor je dat echt? Heb je sleutel? Nee, Dylan! Nee, Dylan! We hebben onszelf ingesloten. We moeten weer de sleutel. En dan moeten we hiermee de sleutel gaan halen, Dylan. Wacht, wacht, wacht. Ik doe het normaal. Kijk, volg maar. Nee, ik ga het niet normaal doen, hoor. Nu ga ik er ook voor. Jawel, nee, ik kan het niet. Ik ga zo. Kan je het echt niet? Nee. Ah, kom op, Dylan. Om de sleutel te vragen. Oh, de sleutel. Nee, dat kunnen we beter achteraf doen, Dylan. Dat kunnen we echt beter achteraf doen. We kunnen nu beter gewoon in één keer naar buiten lopen met ons pak aan. Oké, wacht. Snel die supermarkt induiken en dan gewoon boodschappen gaan doen. Ja, dat trek ik mij. Oh, we gaan zo meteen aangekeken worden als de twee grootste Rita. Wacht, ik had bananen in mijn tas. Heb je bananen in je tas? Ja. Oh, ik had je niet mee moeten nemen. Oh. Eigenlijk moet ik dan wortels hebben. Mijn moeder had wortels in mijn tas gedaan en had ze eraf gehaald. Omdat ik dacht dat het misschien zou bederven. Oh my god, nou laten we nu maar gewoon gaan. YOLO. Nee, kom. Mensen gaan al zo idioot aankijken. Ik blijf gewoon met jullie praten, jongens en meisjes. Oh, mijn pet viel bijna af. Bijna huilen, joh. Nou, we gaan dus nu even naar buiten toe. We moeten namelijk even boodschappen doen. Dus we lopen even heel nietsvermoedend door de lobby van het hotel in. Niemand die ons raar aankijkt. Er komen een paar giechelende mensen achter. Dit was niet zo moeilijk, Dylan. Oh my god. Kijk hoe ziek voor mensen hier buiten zijn, jongens en meisjes. We gaan echt zo voor lul staan. Dylan, het zijn allemaal Schotten. Niemand spreekt u Nederlands. We zien ze nooit meer terug. Ik wil gewoon de reacties eigenlijk opvangen, zodat ik uiteindelijk tijdens het editen op de gezichten kan inzoomen. Iedereen kijkt er. Dit is zo grappig. Maar waar was die winkel waar we naartoe willen? Want dat weet ik eigenlijk op het moment. Dat weet ik wel. Dus als je mij gewoon volgt, moet je hier rechtdoor. Okay, jij moet eigenlijk gewoon de reacties gaan filmen nu. Gewoon, YOLO, gewoon de reacties van mensen gaan filmen. Want mensen die kijken ons echt aan alsof we gewoon 9 armen hebben of iets dergelijks. Het was echt geniaal. Ziet iedereen die auto's zo naar ons kijken? Dit is zo genius. Ik moet eigenlijk gewoon voor de grap zo gaan staan. Echt iedereen die heeft echt zo'n blik naar ons van... Wat is er toch aan de hand met die toeristen van tegenwoordig? Oh my god, jongens en meisjes, dat is zo geniaal. En op een gegeven moment ben je gewoon zo door die schaamte heen... Dat je gewoon denkt van... Ja, erger dan dit kan het niet, weet je. Ik bedoel, dat je tegen een camera praat in het openbaar. Oké, mensen kunnen daarmee leven. Maar dat je in een apenpak of in een konijnenpak tegen een camera praat in het openbaar. What the fuck? Jop, en nu heb ik ook geen... Zeg, gast, dit is echt een huge ass. Ik heb ook getrouwd, meer pak mijn camera is vast te filmen. Ja? Oké, okay, Dylan. Oh shit, Dylan! Dylan wordt wild! Zag iedereen kijken, gast? Iedereen vindt ons retards. Thumbnail, kom. Oké, we gaan gewoon verder. En ik zal zo proberen te filmen dat jullie alle reacties van de mensen zien. Echt, dit is gewoon leuk. Dit moet een sport worden. Pak een konijnenpak en een apenpak en ren met je maatje door de stad heen. Kijk hoeveel mensen er kijken. En wie de meeste kijkende mensen heeft, die krijgt de meeste punten. Waar lopen we naartoe? Weet je dat ik nu heb ik echt trek trouwens. Dus ik wil eigenlijk wortels eten. Kijk, zitten nu achter ons weer allemaal mensen te kijken. Het is zo leuk, want ze verstaan namelijk niet wat we zeggen. Dus als we zeggen, die ene in die roze jas. Nee, laten we dat maar niet doen, want straks zijn dat wel Nederlands. Ja, en dan zijn we fucking screwed. Kunnen we het trouwens oversteken? Ja, goed. Ja, kunnen. Ja, iedereen die begint te kijken. Weet je wat? Het ergste moet nog komen. En dat is als we... afrekenen. Dat is afrekenen. Want dan sta je daar namelijk zo met je portemonnee en je geld. Iedereen zit echt zo van, wat de fuck is er aan de hand? Ik zie daar ook al een kindje een ijsje eten. En dan stop ik meteen met eten en kijk naar ons. Voor het idee moet dat ijsje dan op de grond vallen, weet je wel. Wat je vaak in cartoons ziet. Omdat dan iemand zo verbaasd is, dat dan het ijsje gewoon zo op de grond valt. Jongens, laten we gaan voor de 10.000 likes op deze vlog. Als we de 10.000 likes halen op deze vlog, gaan we dit weer een keer doen. Maar dan gaan we dit een keer doen in een nog openbaarder is dat überhaupt wel Nederlands woord, ik weet niet. We zijn in Schotland, dus we mogen niet Nederlandse woorden zeggen. Oh, kijk hoe druk het hier is, gast. Het is echt druk. Ik hoop echt dat er hoe meer mensen er komen, hoe minder mijn schaamtegevoel is. Dat is wel waar, want als er heel veel mensen zijn, weet je namelijk niet voor wie je moet schamen. Als er 2 of 3 mensen zijn, dan zit je zo van, oh my god. Als je ze kent, want dan denk je ook nog van, oh, die gaan het onthouden, die gaan het later nog over praten. Okay, nu boeit het me echt serieus niet meer. Echt, mijn schaamte-level is nu gewoon... Ja, ik ging net ook over de grond lopen als een avond. Mijn niveau, gewoon mijn persoonlijke level, zeg maar, van niveau, van van respect wat ik van mensen heb, is nu zo gedaald dat het ergens onder deze stenen ligt en dat ik me dus eigenlijk helemaal niks meer aantrek van wat deze Schotse mensen hier denken. Totdat er zometeen een stel toeristen komen vanuit Nederland die ons allemaal kennen en willen zeggen van, zou niet die Mongolië op een Dylan? Kijken die we gisteren tegenkwamen hier in Schotland. En dat zou ik geniaal vinden, ik zweer het je. Ik weet trouwens nog steeds niet waar die één... Jawel, die is hier. Al langs, hè? Nee, toch? Want voor de mensen die het niet weten, we zijn op zoek naar een winkel waar alles 1 pond kost. Dus eigenlijk gewoon 1,30 of 40 ongeveer. 1,50 €. En daar willen we dus even wat eten gaan halen, omdat het daar namelijk super goedkoop is. Ik denk dat er daarachter nog is. In ieder geval het is in deze straat. Heb je dat ook, dat sommige mensen zo'n gezicht hebben die meerdere mensen hebben? Ja, ja, ja. Echt zo'n typisch gezicht. Zo eentje waarvan je kunt zeggen van, hé, die heb ik vaker gezien. Als het een gezicht uit China of Japan, jij komt uit Nederland. Er zijn van die typische gezichten. Ja, ik weet het niet. Heb ik een typisch gezicht? Laat het weten in de comments. Is het daar? Ja, het is daar. Het is daar. Ik heb soms dat ik video's kijk en dat ik mijzelf gewoon
schaam voor wat er in een video gebeurt. Ik heb zo'n gevoel dat mensen die deze video kijken, dat ook lichtelijk ervaren. Nou, ik voel me nu zeg maar dubbel bekeken, want ik word bekeken door jullie. Maar tegelijkertijd is hier gillende aapman die mij ook... Kijk die mensen, kijk die mensen. Bruh. Oh gast, dit gaat zo retarded worden. Dit gaat zo freaking... We moeten trouwens wel de weg in de gaten houden, voordat we zometeen een overreden konijn en aap hier hebben. Want dat willen we natuurlijk niet. Het is denk ik echt de muts die het hem doet, hè. Laten we in ieder geval kijken of we hier de weg over kunnen steken en dan de pound stretcher in kunnen gaan. En het leuke is, ze weten ook niet wat we zeggen. Ze weten serieus, waarschijnlijk zijn er maar een paar mensen tot nu toe langs ons gelopen die enig idee hadden van wat we zeiden. De anderen niet. Ja, ik begin echt een lamme arm te krijgen, hè? Een lamme arm. Oh, hier staat de Primark. Oh, je zou maar de Primark in gaan. Dat gewoon. Ja. A few inches later. We lopen de Primark in. Maar het dikste dat we dit hebben gestolen. Oh, dat kan wel. Hebben ze hier niet dezelfde pakken? Ja, misschien. Dat weet ik niet. Oh, check mijn vriendin. What you say? Ik hou echt van de. Jullie kunnen misschien vallen op iemand in een konijnenpak, maar ik val op paspoppen. Ik heb er iets mee. Kijken mensen al? Nee, echt niet. Waarom niet? Ja, ik weet het niet. Oh, nou, we worden niet geaccepteerd door de medemens, schijnbaar. Jammer, ik had eigenlijk gehoopt dat ze ons in open armen met open armen zouden ontvangen, maar het valt mee. De lamme arm begint echt. Dylan die zei ook net in het hotel tegen mij van wat als ze ons in elkaar gaan slaan. Ik zie het zo voor hem, zo van, hé, dan heb je een jongen in een konijnenapenpak. Sla ze in elkaar. Geniaal. Ja, weet je, we hebben alle tijd. Auto's mogen voorrang, want konijnen en apen zijn niet speciaal in deze samenleving. Jongen. Ongelooflijk dit. Zullen ook mensen gaan groeten? Ja, dat kunnen we doen. We kunnen zo gewoon met ze gaan praten. Zometeen zullen ze waarschijnlijk ook wel willen weten waarom we hier rondlopen met de camera. Ja. Alleen de lamme arm die begint erger te worden bij mij. Ja, dat is gewoon een sport op zich, weet je dat? Kijk. Het is ook zo grappig, want dan zie je twee mensen kijken, die praten met elkaar en dan kijken ze tegelijk om. Dan weet je dat ze het over ons hebben. Gewoon tegelijk gaan, dan weet je het al. Dus we duiken, ik begin echt een lamme arm te krijgen. Ik ondersteun mijn rechterarm waar mijn camera in zit met mijn linkerarm, omdat ik namelijk gewoon niet normaal kan filmen. Joh, we zijn bij het winkels, maar ik verbaas u. Ik denk niet dat hij eten is hoor. Jawel, hier is eten. Nee. Jawel, hier is eten. Ik zweer het, kan je daar eens ook eten. I'm pretty sure about the fact that there is food in here. En daar is eten. Het stinkt hier trouwens wel naar chemische zooi. Oh, Dylan! Het is ook een dier. Maar geen dier van ons soortgenoot. Maar het is wel een dier. En een dier vereist respect en plezier. Oh, hier zijn vegetarische dingen. Eigenlijk vind ik wel dat we vegetarisch moeten eten, omdat we anders namelijk wel een soort van cannibalisme uitvoeren. Ja. Maar ik ben toch wat meer van het echte eten. Ik heb trouwens super honger op het moment, dus ik wil... Dit is gewoon pittig duur eigenlijk. Dat is 40 cent als het ware, jongens en meisjes. Terwijl je voor 1 pond heb je 2 liter. En hier had je toen ook van een huge ass liter fles. Dat is echt insane. Hier, kijk. Hier gewoon energy drink. Gewoon een liter. Voor 60 cent. Dat is niks. Dat is goedkoop. Maar wij willen wat anders. Wij willen eten hebben. Wat zullen we kopen, Dylan? Wat is gewoon een beetje voor een dier op de vroege ochtend in een lege maag goed om te eten? Ja, dit ziet er ziek lekker uit, maar... Hier zit van die broodjes en zo. Oh, lekker. Nice. Oh, dit ziet er goed uit. Maar dat is wel weer iets duurder eigenlijk dan het gemiddelde broodje. Oh, dit kunnen we halen. Muffins. Die zijn 1 pond. Maar dat is ook wel een beetje apart ontbijt misschien. We kunnen dit halen. Nee. Ja, eigenlijk is alles hier een beetje apart om mee. Eigenlijk is alles wat hier ligt een beetje apart om mee te ontbijten. Maar ja, weet je, wij zijn apart. Hè? Misschien een beetje. We kunnen ook dit halen. Dutch apple cake. Dat is scare. Dan halen we gewoon letterlijk in een Schots winkeltje halen we iets Nederlands. Dat is een beetje raar, ja. We kunnen wat... Oh, dit is niet zo duur. A few moments later. Ik denk dan, toch de muffins, denk ik. Ja, gaan we ervoor? Kun jij mij even filmen? Dan ga ik namelijk heel even snel mijn portefeuille of mijn portemonnee erbij pakken. Kijk mijn swaggerige schoenen onder mijn konijnenpak. Het ziet er zo grappig. Hey, maar wel dieren. Flamingo's. Oh, yeah. Ik voel me nu best wel overvallen. Ik dacht als we zo zouden overvallen. Zou het dan lijken op een heist in GTA 5? Ja. Ik denk het wel. Heb ik me op jongen aan het zakken selfie gemaakt nu? Oh, die heb ik niet bijna. Oh, ik heb wel mee. Ik kan het zo even zelf maken. Laten we dat zo meteen doen. Hoe duur was het? 1 pond. 1 pond. Ja, dit is wel te doen voor een ontbijtje. Dit is wel, dit vind ik respectabel. Dus hoe gaan we dat opeten? Eigenlijk moeten we gewoon ergens op een bankje gaan zitten met z'n tweeën. Oké, dat gaan we doen. Gewoon op een bank zitten. Die muffins gaan opsmikkelen. Oké. Okay. Zul ik mezelf blijven vloggen? Kun jij het denk je betalen? Dan kan ik mezelf blijven vloggen. Als je mij hem geeft. Oh. Zo. Oké, laten we gaan. Nou, jongens en meisjes, we gaan ons ontbijtje afrekenen. 2 overheerlijke Schotse muffins voor maar 1 pond. Ik bedoel, wat wil je nog meer in het leven? Een hendel als Coca-Cola flesje. Dat zou ik best wel graag willen in het leven. Ik doe maar een uitspraak. Maar nu is het eigenlijk even een kwestie van afrekenen. Waarschijnlijk zullen we als idioten bekeken worden. Maar ik doe gewoon net zodat er niets aan de hand is. Dat is nog steeds super geniaal, want niemand weet wat we zeggen. Dus we kunnen echt. Bye. We kunnen. Bye. Ja, dat verstond ze wel, denk ik. Ik heb zo'n gevoel dat ze dat wel verstond. Het was zo moeilijk om een lach in te houden. Ja, wat denk je voor mij, jongen? Ik zie een aap. Ik stond er zo. Ik zei: hallo, ik beet op mijn lip om niet te lachen. Zo, je lippenbloed, weet je wel. Ze ging expres niet kijken, omdat we dan waarschijnlijk ook zo gaan lachen. Gelukkig zijn de Schotse mensen hier wel zo aardig om te kunnen lachen. Of om gewoon niets te zeggen. Dus dat hele in elkaar slaan idee, Dylan, dat is gelukkig niet doorgegaan. Ja,
Daar is een bankje. Maar gaan we niet op het plein? We kunnen ook naar het plein toe. Ik vind het goed. Ik vind het eigenlijk overal goed als er maar veel mensen zijn. Dat maakt niks meer uit. Iedereen heeft het al gezien. We gaan naar het pleintje. Dan gaan we ergens in het midden zitten en dan gaan we onze muffins benuttigen. Ik hoop dat jullie die oude mensen daar kunnen zien die naar ons aan het kijken zijn. Het is zo leuk. En het mooie is, mensen die zien ons en die horen ons. Alleen wij kunnen over die mensen praten omdat ze ons niet verstaan. Of ze verstaan ons wel, maar ze weten niet wat we bedoelen. Dus dat is een voordeel. Ik word gewoon een beetje bang, want ik heb nu echt het idee dat ze ons zien als een stel terroristen en dat er zo meteen in één keer een Schotse politie met een taser op ons springt, die ons in één keer in de nek steekt. En dat we dan wakker worden in een heel eng Schots keldertje met allemaal doedelzakken die aan de muur hangen. En dat we dan die doedelzakken moeten schoonlikken. En dat we dan op de puntjes moeten likken waar al een keer gespeeld is. Ik word bang. Wat is dit nou weer? Shoe Zone. Dat is echt zo'n typische vrouwenwinkel waar vrouwen gewoon uiteindelijk niet meer van weg te slaan zijn. Koop ze alles leeg. Gast, stinkt hier trouwens wel, man. Het ruikt hier echt apart. Jongens en meisjes, ik heb geloof ik nog nooit zo lang mijn camera in mijn hand gevlogd achter elkaar. Dit is echt nieuw voor me. Ik doe dit nooit namelijk. Nou ja, Job, doe je dat echt nooit in een konijnenpak gewoon even de stad in lopen? Nee, kijker, ik doe dat nooit. Heel soms, als ik er echt zin in heb. Ja. Je kan ook allemaal games kopen, hè? Ik ken deze winkels. Goed, ze zien vet goedkoop. Omdat het ook een soort van tweedehands games tussen zit. Oh, beter gaan we daar een keer misschien kijken. Misschien dat we daar gewoon vette games kunnen kopen en dat misschien opnemen. Oh shit, ja, dat moeten we wel doen. Dat moeten we eigenlijk wel gewoon doen. Of sowieso er even een video maken, denk ik. Dat is sowieso wel sick. Eigenlijk moet hier zo'n gangster muziekje achter, jongens en meisjes. Als wij hier zo lopen. 3, 2, 1. Dit is zo fucking retard. Kijk, in ons hoofd klinkt het heel stoer met een gangstermuziekje. Maar waarschijnlijk na het editen zie je ons gewoon zo lopen. Ik ben nog wel tevreden. Nog steeds gewoon geen Nederlander die ons heeft aangesproken en gezegd heeft van je bent een beschamelijk blok aan het been van ons land. Ik ben echt benieuwd of het hotel nog iets gaat zeggen als we zo binnenkomen. Want meestal hotel... groeten ze dan wel. Ja. Maar hoe gaan ze dan nu groeten? Waarschijnlijk gooien ze een wortel in ons hoofd of in ons hoofd tegen ons hoofd en drukken ze een banaan in ons anus. Maar dat is dan wel aardig, want dan weten ze in ieder geval wel wat we zijn. Ja. Oh, daar wil je gaan zitten. A few moments later. Waarom gaan we dit eigenlijk buiten? Eten. Ik heb geen idee, want eigenlijk misschien beter binnen kunnen eten. Maar wie heeft nou ooit, ik bedoel, de toeristen die hier rondlopen, bijvoorbeeld uit India of uit Russië of zo. Ik bedoel, die hebben waarschijnlijk nog nooit eerder twee dieren op een soort van standbeeld muffins zien eten. Welke muffin wil jij? Het zijn vier verschillende, maar twee muffins. Kies jij eerst maar. Ik vind dat de aap eerst mag kiezen. Oké, ik kies voor deze. Nou, kies ik die daarnaast, het is makkelijkst. Is die een beetje te eten? Of is het zo'n droge kudding? Nou, gaat wel. Dus te doen. Hoe gaat het met de mensen die naar ons kijken? Zijn ze nog een beetje enthousiast over onze pakken? Ja. Kijk wel eens, we zijn een attractie. Wij zitten hier voor ons plezier. Hij is wel lekker, maar ik moet zeggen, hij is wel droog. Ja, dat is waar. Oh. Ik krijg geen dorst van, maar we hebben geen... Ik krijg ook ziek dorst, maar we hebben geen drink meegenomen. Maar wij hoeven geen drink, want wij hebben onze mannelijke apen- en konijnensappen. Toch? Weet je, ik vraag me nu af, hè, wie zijn nou die idioten? De mensen die nu 10 minuten naar ons hebben gekeken en die nu ons in konijnen en apenpakken muffins zien eten, of wij zelf? Ik denk toch wij zelf, joh. Oké, dat is waar. Ik moet eerlijk toegeven, ik zie nu wel minder mensen echt verbaasd opkijken. Ja. Want het is erger geweest. De tijden waarin wij opvielen en mensen ons aanspraken, die zijn erger geweest. Vooral in de storm van 1949, op die best wel woeste zondagavond. De hele konijnenpak zit onder de muffin, hè. Eigenlijk moeten we nog door het drukke gedeelte lopen en dan een hele grote selfie maken. Ja, ik heb mijn mobiel niet mee, maar dan kun jij hem naar me toe sturen. Ik begin bijna te vergeten dat ik in een apenpak zit. Ik kan gewoon bijna die muffin niet wegkrijgen, jongens. Maar soms heb je van die muffins, ze zijn dan enigszins wel weg te krijgen. Maar soms heb je van die muffins, ze zijn gewoon zo droog dat je gewoon denkt van, maak eens een leuke grap, ik ben echt een droog kloot. Wow, ik heb hem al op, hè. Hoor het goed. Jij bent altijd veel sneller met eten dan mij, gast. Maar ik heb geen honger meer. Er zijn best wel veel mensen die nog thuis wel aankijken. Kijk, dan komt de hond op ons af. Denk je dat hij gaat blaffen omdat hij denkt dat we dieren zijn? Misschien wel, misschien ziet hij ons als soortgenoten. Oh, nu komen opeens heel veel mensen op ons af. Doe jij dan? Kijk hoe die eet, film het eens. Kijk wat je doet. Meneer Jeff. Wat? Ik kan niet wegkrijgen, jongens. Oké, Dylan gaat een selfie maken op de best wel drukste plek van Inverness. Of naar de drukste plek, dat is het centrum en er lopen best wel veel mensen. Ik ga op dit staan. Ja? En dan moet jij even een selfie van me maken. Hoe dan? Oh, een filmselfie? Ja. Oké, is goed. Dus jij gaat op het paaltje achter me staan en ik blijf gewoon zo staan. Ja. Ik ben serieus. Moet in beeld staan. Oké, let's go. Al die mensen die gewoon nu... Aan de kant? Ja, in welk opzicht? Ik kan hier toch niet opzitten? Oh zo. Ja, hoe de fuck... Straks val je op mij, weet je wel. Dan val ik naar voren met mijn camera op de stoep. Hey, ga op die prullenbak. Oké, jongens en meisjes, Dylan die heeft zijn perfecte selfie pose gevonden of de perfecte plek. Is dit stabiel? Oh kijk. Zie je mij niet goed? Ja. Ik weet niet hoe goed het is. Ik denk wel, sowieso wel.
dat je hem hebt. Ik heb hem. We hebben het en zelf nu terug naar het hotel. Oh.